Hey, dit is een uitleg van de plank. Goede oefening voor de buikspieren, voor je core, voor je onderrug, voor je bilspieren. Eigenlijk voor je hele lichaam om jezelf recht te houden. Ik ga hem even een aantal stappen uitleggen en een progressie voor beginners en voor gevorderden. Eerst begin ik met de meest simpele variant. Dus ik plaats mijn handen voor me. Ik heb mijn handen recht. Ellebogen heb ik onder mijn schouder. Ik zorg ervoor dat ik mijn buikspieren aanspan, mijn billen aanspan. Is dat mijn lichaam recht is. En de progressie is als volgt. Ik breng lichaam omhoog, schouderbladen druk naar elkaar toe. Ik hou 5 seconden vast. En kom weer rustig terug. 5 seconden rust. Je spanning ombouwen. Schouderbladen naar elkaar toe. Buik- en bilspieren aanspannen. Lichaam recht. Kijk, gewoon nek ontspannen. En weer rustig terug. Nou, dat is een simpele variant. Wil je nou iets gaan opvoeren en kun je dit lang volhouden, dan gaan we werken aan de gewone plank. Die gaat als volgt, weer buik- en bilspieren aanspannen. Vervolgens breng je je billen omhoog, span je goed je buik- en bilspieren aan, schouderbladen naar elkaar toe en hou je dit vol. En wat je niet wil, is dat je in je onderrug gaat hangen, zit om onderrug nu hol wordt. Dat is niet de bedoeling, maar je spant je buik- en bilspieren aan en je zorgt ervoor dat je schouderbladen naar elkaar toe brengt. Dus niet bol, schouderbladen naar elkaar toe, buik en billen aanspannen en eventueel druk je hak nog naar achter voor extra activatie. Wordt het nou te simpel, dan kun je ook eventueel bijvoorbeeld 1 arm naar voren doen, rechts en dan links, 5 seconden, 10 seconden elke kant en zelfs ook nog rechterbeen, linkerbeen, dan wordt het echt zwaar. Dat zijn mogelijke variaties. Het belangrijkste is dus buikspieren aanspannen, billen aanspannen en dat je niet die holling krijgt, maar dat je een rechte rug hebt. Dat was de uitleg van de plank. Succes met planken en bekijk al onze andere video's op ons kanaal. Meld je daarvoor aan. Zie ik je bij de volgende video. Train ze!